Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatieve naart en geen financieel advies. We gaan kijken naar de Bitcoin koers. Er was wat rood gisteren, daarna weer mooi groen. Wat kunnen we de komende tijd verwachten? Vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En het is vandaag 19 april en het is paasweekend geweest. Ik ben ook benieuwd, wat hebben jullie uitgevreten het paasweekend? En hebben jullie ook nog getrayed of hebben jullie lekker het zonnetje opgezocht? Laat het weten onder in de comments, ben benieuwd in ieder geval. En pas in de comments op voor de spammers en scammers. Goed, nieuwtjes? Wat uh, grafieken? Wat we gaan bekijken natuurlijk, maar we beginnen met wat nieuwtjes. En dit deelde ik op 15 april al en wat we dus zien is dat er wel rood te zien is. We zien aan de ene kant dat er wils aan het verkopen zijn, maar we zien aan de andere kant ook dus dat er wordt gekocht. Dus afgelopen 15 april was er weer of rond 15 april was er een outflow van 30. 1000 uh, bitcoins van Coinbase. Over het algemeen zijn dat bitcoins die dus naar de grotere instituten gaan wat klanten zijn van Coinbase. Maar dat moet natuurlijk ook ergens vandaan komen en uit data van Kion, uh, van uh, hoe heet dat ook weer, Ik ben even de naam kwijt van hun dienst, uh, CryptoQuant. Maar het lijkt er dus op dat de oude wils aan het dumpen zijn. Dus zij doen dat af en toe door de jaren heen. En dat lijkt nu dus ook te gebeuren, maar we zien dus ook dat dat wordt opgekocht door de grote instituten. Um, en dat legt hij eigenlijk verder uit. En je kunt ook zijn Twitter even checken. Uh, maar de belangrijkste dingen zoals dit: die deel ik natuurlijk ook in de premium Discord groep. Goed, um, dus dat over de rails. En als we kijken naar FTX. Daar is dus ook af en toe een IEO. Ik heb er een video over gemaakt. Een handleiding. Even kijken. Even mezelf weghalen. Het is een handleiding. Hoe kun je eraan meedoen. Coins die wel 20 tot 50 keer kunnen gaan. Dus het is echt wel interessant om daar naar te kijken. Als je daar meer over wilt weten. Kun je de video checken. Ik zal het delen in de video beschrijving. En in de eerste comment. En vergeet de video ook niet een like te geven. Als je er toch bent. En het is uh, de... Defcon Week, oh, nee, niet Defcon Week, dat Def is iets anders volgens mij. Defconnect, en dat is dus de Ethereum Week, dat is in Amsterdam, allemaal projecten die hier hun nieuwste dingetjes gaan delen. Dus daar kun je naar kijken. Je kunt de rest bovenin kun je meekijken. Dus een coworking space en ja, kijk of er wat interessants voor je zit. En dat is meer gericht op ontwikkelaars en de echte diehards die volledig in zo'n project duiken. Je kunt dan ook naar de B-ART bar geregeld door de coworking space van Amsterdam, de blockchain coworking space waar ik ook onderdeel van ben. En je kunt hier dus ook um, ja, even de mensen leren kennen, netwerken en meer met cryptogezinde mensen spreken. En er is dus ook een lancering morgen van het uh, Copernicus Bier. En elke uh, QR-code hier is te koop als een NFT. En daar kun je dus reclame op maken. Dus ga het checken. Goed, de grafieken. We beginnen met de S&P 500. Dus nog heel even uitzoomen naar de wekelijkse. De wekelijkse is gewoon op zoek naar een higher low. Dus we hebben een low, we hebben een high. En er is veel ruimte nog steeds om die higher low te maken. Om potentieel een wekelijkse trendverandering te krijgen. Van een downtrend weer terug naar een uptrend. Die is nog aan het vormen. Die is nog niet bevestigd. En als we ook inzoomen naar de daily. Dan is dit gewoon nog steeds een downtrend. We zien dus ook een high, low, lower high. He, er zijn constant lower highs en higher uh, lower lows. Dus wat we moeten zien is dat we nu een high high maken. Eigenlijk het liefst is dus een high high is nog sterker, maar op zijn minst een higher low en daarna dus een high high. Voordat we kunnen bevestigen of kunnen zeggen dat de wekelijkse high low gemaakt is en dat we door kunnen gaan naar boven. Dus dat moeten we nog even afwachten. Het ziet er op dit moment uh, wat sterker uit. We zagen gisteren dus eerst wat rood en ook weer een sterker herstel. Net zoals bij Bitcoin. Dit is een hammer-candlestick. En over het algemeen is dat indicatief voor meer groen. Maar we moeten dus deze neerwaartse lijn zien te doorbreken. Een minpuntje op de traditionele aandelen is de dollar. Die is gewoon sterk hier. Dus die heeft hier een kleine pullback gehad. Heeft support gehouden van de 99,72. En is nu deze bull flag. Die deze is die aan het doorzetten en ja, zolang dit doorzet, verwacht ik eigenlijk niet heel veel kracht voor Bitcoin of voor de S&P 500. Dus die kunnen gewoon iets meer zijwaarts bewegen. Ze gaan niet heel diep naar beneden op dit moment, ondanks deze sterke stijging. Dus zolang dit sterk is, um, ja, verwacht ik voor Bitcoin niet al te veel. Er zit hier een weerstand op 103, daarna op 100. Vier bijna. En dat betekent dus dat dat nog wel wat ja, leed kan veroorzaken voor de traditionele aandelen en voor Bitcoin. Goud doet het overigens wat beter. Maar een Hammer Candlestick, Shooting Star Candlestick, die is toe aan een pullback. Dus we hebben hier de low. Hier waarschijnlijk de higher, of high gemaakt. En ook hier moeten we dan dus op zoek naar een higher op de dagelijkse om een trendverandering te kunnen krijgen. Bitcoin op de wekelijkse. Um, dus we hebben eigenlijk een goede, uh, stevige pullback gehad van de low naar de high. Laat ik dat even tekenen: van de low naar de high terug naar de 0,786 Fibonacci, dus dat is niet heel sterk en over het algemeen zie je dan als er zo'n sterke pullback is, dat je meer consolidatie krijgt en dat dat dus nog weken kan duren, eventueel voordat dit uitbreekt. We hebben nog drie weken tot de fed meeting, begin mei, um, dus tegen die tijd, <coughs> het kan nog allemaal consolidatie zijn. We zien hier wel dat de bulls uh, willen instappen op de lagere timeframes en daar gaan we zo recht naar kijken. Het momentum naar beneden begint in ieder geval af te nemen. Dit was 11,7 17 omlaag. Dit was 7% omlaag dus de bears die lijken wel uh, hun kracht hier te verliezen dus potentieel kunnen we hier een bodem maken en dan kijken we naar een lower high ten opzichte van deze high want dat is het meest waarschijnlijke wat we kunnen krijgen dan de futures gap die is heel klein geweest en die is ook weer gesloten dan de daily, wat we hier vooral zien is dat eh, gisteren in de update in de premium Discord groep, ook over de weekenden heen en de paasdagen, eh, de vakantiedagen, geven we ja, daar korte updates in ieder geval. Zolang we niet onder die gele lijn sluiten, zouden we eh, niet al te bearish hoeven zijn. Er was hier wel de potentie om flink door te kunnen schieten eh, en dat gaan we op de lagere timeframes bekijken in ieder geval. Maar we zitten nu dus weer binnen de beerflag. En wat we dus eigenlijk zien is dat de bears die probeerden te breken, maar hebben niet doorgezet. En de koers komt er weer in. En vaak betekent dat dat je dan weer eerst in ieder geval wat meer groen kan gaan zien. Maar deze flag is ook nog steeds niet geïnvalideerd. En het breken van die gele lijn en het sluiten dan op de deli is bearish. Um, even kijken. Dus wat we hier kunnen zien, ook hier weerstand nogmaals van de 100 moving average, dus we moeten boven die 100 moving average komen en de horizontale weerstand hier op de 41,600 kunnen we daar boven komen, dan kunnen we wellicht doorkijken naar de 42.000 en naar dan uh, de 44.500. Dit is overigens ook een mooi moment om te bekijken of we weer een short kunnen krijgen, want dat is dus het uh, downbreaking punt van deze neerwaartse driehoek en dan zou je dus dit kunnen krijgen. Dus nogmaals op de wekelijkse zijn we op zoek naar een lower high ten opzichte van deze high. Ingezoomd op de lager timeframes. Dit is uh, de analyse van zaterdagochtend. Ascending broadening wedge brak naar beneden uit en een symmetrische driehoek en ook die brak naar beneden uit. Uh, wat zagen we daarna nog meer? Maandag ook nog een korte analyse. Dat ging ook vrij snel op de lagere timeframes eigenlijk. Dus er zat wat zwakte hier. Uh, het was een inverted cup and handle. Uh, we zagen hier een rising wedge. Die brak ook heel snel en heel diep naar beneden uit. Um, vrijwel naast zijn technische target van de cap hier. Uh, sorry, de handle. Maar daarna zagen we eigenlijk dus weer een sterk herstel. Um, dus wat ik ook deelde op de 1 grafiek gisteren. Om half negen, we zien een hammer candlestick. En over het algemeen leidt dat dus tot meer groen. En dat zagen we ook. We zagen hier een mooie hammer candlestick ontstaan. Kleine pullback. En daarna is de koers eigenlijk weer flink doorgeschoten naar boven. Veel hoger dan dat ik had verwacht, overigens. Want dit was gewoon een ja, hele sterke pump. Ook heel hoog volume. <coughs> En dat was ook niet per se te voorspellen. Het lijkt erop dat dat meer een short squeeze is. En wat we nu in ieder geval zien is dat dus de koers weer boven de gele lijn is gekomen. En boven die, uh, of weer wederom terug in die beervlek. En vanaf hier is het even kijken wat we kunnen gaan krijgen. Als we kijken naar de lage timeframes zien we in ieder geval ook dat het zeer volatiel is. Veel bartpatronen ook. Dus hier was het eigenlijk een BART pump, zijwaarts, dump. Hier pump, zijwaarts, dump. Hier een dump, zijwaarts meer en dan weer een pump. En we zien nu dus dat er weer een nieuwe pump is geweest. Kan dit weer een bar pattern zijn waarbij we weer teruggaan in richting de 39.000? Ja, dat is mogelijk. Um, <coughs> en als je dat wil shorten, dan zien we dus in ieder geval hier een rising wedge. Die met deze blauwe lijn, die is naar beneden uitgebroken. Maar ook hier hebben de bears niet doorgezet. Dus ze zijn er wel, maar zetten niet heel erg door. En deze opwaartse witte lijn, die is dus ook al een aantal keren getest. 1, 2, 3... Vier keer. En als die dus weer uh, getest wordt, is de kans groot dat die breekt. En dat is dan dus een short waard. Hoe diep we gaan, durf ik je niet helemaal te zeggen. De, <tossimus> ik zou in ieder geval wachten dat we richting de gele lijn kunnen gaan. Tussen de 40.200 en de 40.000 eigenlijk. Um, en potentieel kan dat dan dus ook als een BART doorzetten. Maar ik zou hier op zijn minst in ieder geval wat winst nemen. Goed, dus dat voor de korte termijn nu. Um, als we nog eventjes uitzoomen naar de 4-grafiek, dan is dat. Iets meer bearish voor de korte termijn in ieder geval. Want we zien hier dus, uh, hier wordt winst genomen. Iets verder inzoomen, anders kunnen jullie dat wellicht niet zien. We zien hier een wik aan de bovenkant, een shooting star candlestick, nog een shooting star candlestick. Dit zijn bearish candlesticks die over het algemeen dus um, ja, aangeven dat we hier een top hebben. En de bears zijn ook deze highs hier aan het uh, verdedigen in ieder geval. Want iedereen die hier short is gegaan in de afgelopen periode, die zit onder water of is er al uitgestopt. Um, is er in ieder geval uitgestopt? Hier kunnen nog wat stoplossers boven zitten. Maar dit wordt in ieder geval sterk verdedigd op dit moment. En dat zie je dus ook aan die shooting stars. En een pullback is hier het meest waarschijnlijke. En het uh, bearish-proces van een pullback in ieder geval wordt geïnvalideerd. Als we boven die 41.250 komen, dan kunnen we nog een pumpje krijgen richting de 45. Sorry, 42.000 dollar. Wat de volgende weerstand zal zijn. En ook daar loopt de 100 moving average van de 4 uur grafiek. Dus het meest waarschijnlijke is hier een pullback. Um, het kan een bart worden, dus ik ben hier iets voorzichtiger met instappen. Ik verwacht in ieder geval wel een high low. Dus als we hier een mooie high low krijgen op de 0,32 of rond de 0,5, deze opwaartse gele lijn, en we bouncen er vanaf, dan zou ik hier willen instappen op die bevestiging, stoplos onder de low. Um, en als we dieper zakken, dan wacht ik gewoon even rustig af. En natuurlijk kun je dus ook deze opwaartse lijn, die short, pakken als een korte trade. Dan wil je ook leren traden, of wil je ook traden, dan kun je dat het beste in mijn ogen op FTX doen. Rechts bovenin vind je een review over waarom ik een fan ben: veel ordertypes, stoplosses en instappen tegelijkertijd met je trade-take-profit. Uh, je vindt het allemaal in ieder geval in de video. En je kunt ook de weerfilling gebruiken en de eerste 400 mensen krijgen 25 dollar aan trading fees voor nopjes en ook krijgen standaard 5% korting op je trading fees voor de rest van je leven. En wil je ook leren traden, Dan kun je natuurlijk de gratis kennismakingscursus doen. Hier leert wat traden is en ook wat je ervan kunt verwachten en waarom ik soms zeg: ja, we kunnen omhoog, we kunnen omlaag, maar wel met bepaalde triggers. En je vindt eh, natuurlijk ook de volledige cursussen. Deel 1: de volledige basis, zodat je zelf je eigen analyses kunt doen. Deel 2 gaat in op short en long en een aantal tools om een betere trader te worden. En je kunt natuurlijk ook meekijken in de premium Discord-groep om te kijken of het überhaupt iets is voor je, de updates die ik deel. Goed, er waren verder geen verzoekjes vanuit de Crypto Insiders, of althans, ze waren vergeten het eh, in te plannen de pol te plaatsen, dus ik heb gewoon een aantal van de meest verzochte uh, coins gewoon meegenomen. En wat we dus bij Ethereum in ieder geval zagen ook de afgelopen dagen was een opwaartse kanaal. En die breken dus over het algemeen naar beneden uit. Die is uh, naar beneden gedaald. Heeft niet zijn uh, hè, volgende target bereikt van deze range hier. En dat is, uh, ja, dat is prima. We zien vooral dat het Bitcoin vormt. En dat het hier ook probeert om deze highs hier te verbreken. Dus ik verwacht eigenlijk ook dat het vooral Bitcoin zal gaan vol, uh, uh, volgen bedoel ik. Shoot, hier een shooting star. Hier een kleine shooting star die nog aan het vormen is. Dus is een mooie pullback. Zeker als die terugkomt naar de 2980 slash 3000 dollar psychologisch rond. Is een mooi instapmoment om te kijken of we een verdere bounce kunnen krijgen. En een uptrend richting de volgende weerstand. Die dus op de 3200 dollar ligt. Maar ook hier zou ik dus wachten op bevestiging. En kijken hoe Bitcoin dat zal gaan doen. Dan een van de usual suspects, uh, Cardano. Wat we hier dus nog steeds zien is een potentie voor een an inverse head and an shoulders. Dus we zien dat de rechterschouder begint een klein beetje uit proporties te raken ten opzichte van de linkerschouder, mijn ogen. Dus hij wordt minder mooi. Maar goed, um, we houden hier nu de support van de 92 cent. Zijn die even ondergeschoten? En we zitten nu dus weer terug in de range tussen de 92 cent en de 1 dollar. Dus op zijn minst zouden we dan als Bitcoin het toelaat ook. Hè? Want als Bitcoin bearish gaat, dan zal dit als support verliezen. Gaan we door naar beneden? Verwacht ik ook dat deze hele inverse head and shoulders uh, geïnvalide geïnvalideerd zal raken? Hè? Dus dan heb je bam, short. Richting de volgende loze op de 78 cent. En dan bestaat nog steeds de potentie dat we kunnen doorzakken naar de 41 cent. Maar goed, dat is uh, stap voor stap. Eerst even kijken wat we hier gaan doen. En als we hier support kunnen houden, dan kunnen we een bounce krijgen richting de 1 dollar. En dan zouden we dus ook hè, dus op deze manier een kleine afwijzing kunnen hebben en door kunnen gaan richting de neckline op de 1,25. Dat zal ongetwijfeld weer een weerstand zijn. En dan zouden we dus deze inverse head and shoulders kunnen uitbreken. Maar goed, dat kan allemaal nog even duren en het zal ook zeker afhankelijk zijn van Bitcoin. Een Bitcoin die echt bearish is en die beervlek die naar beneden uitbreekt, zal dit hele proces invalideren en mogelijk de koers terug kunnen brengen naar de 41 cent. En als laatste gaan we kijken naar Solana. Dus even inzoomen, wat hebben we gezien op Solana? Dus deze update deelde ik uh, twee dagen geleden, 17 april. Uh, Sol zit in consolidatie, opwaarts kanaal. En bij een bearish breakdown hebben we verschillende targets. Die zijn ook bereikt. He, dus we zagen hier consolidatie eigenlijk voor Sol. En een opwaarts kanaal, die brak naar beneden uit. En je ziet hier eigenlijk ook eigenlijk een perfecte hertest: uitbraak naar beneden, hertest ook in de vorm van een rising wedge. Lijkt een beetje op een beervlek. door naar beneden richting de technische targets. En dat was dus ook weer een mooie short. En we zien nu dat eh, Solana, vooral ook met Bitcoin, weer mee lijkt te bewegen. En dat de consolidatie die we hebben gezien hier, wat ook een uitbraak naar beneden gaf richting de support hier op de 95 tot 96, daar is dus support gehouden. He, dat gaat verder terug. Dus daarom zagen we waarschijnlijk ook een mooie bounce. Maar deze. Uh, dit evenwichtpatroon is dus ja, in mijn ogen meer een fake-out geweest. En we zitten dus weer in die consolidatiefase. En dat betekent dat we nog steeds beide kanten op kunnen uitbreken. Maar bij een bullish-uitbraak, dan kijk ik in ieder geval richting de Golden Pocket, 108 tot 106. En de 200 moving average als eerste target. En als we dat kunnen breken, door naar de 114 dollar. En bij een uitbraak naar beneden, dan gaan we in eerste instantie terug naar support hier op de 95 tot 96. En als we dat als support verliezen hier. Ja, dan is er weinig support hier opgebouwd. En kunnen we doorgaan richting de 86 dollar. Eigenlijk sinds. Eh, en er is een goede kans dat we hier gaan uitbodemen. Eh, samen met Bitcoin. Want sinds deze parabolische beweging. EQ, eh, een evenwichtpatroon, brak naar beneden uit. Door naar beneden. Bear flag, brak naar beneden uit. Evenwichtpatroon. En je ziet dus dat ook de dalingen 1, 2, 3. En hier drie, eigenlijk. Die worden ook steeds kleiner. Dus de kans wordt steeds groter dat hier ook een uitbodemingsproces gaat plaatsvinden voor Solana. Goed, dat is het voor deze video. Ik zou zeggen: happy trading! Een hele fijne dag en tot morgen weer.